Meneer de rector Magnificus, leden van het college van bestuur, collega hoogleraren en andere leden van de universitaire gemeenschap, familie, vrienden, zeer gewaardeerde toehoorders, dames en heren. 3 weken geleden bij de inauguratie van mijn collega Erik Meijer in deze ruimte mocht ik tijdens diens intrede voor het eerst een toga aan. Vol trots showde ik thuis de foto's. De belangrijkste reactie die ik daarbij kreeg was dat het wel heel erg leek op iemand van de televisie. Alleen dan zonder baard. Nu is professor Perkamentus niet alleen erg goed in het begeleiden van studenten, dus ik zie het maar als compliment. Maar soms lijkt het ook wel of hij in de toekomst kijken kan. Vandaar ook mijn reden vandaag, Global Software Engineering, nu en in de toekomst, om eens te kijken of we daar een blik in kunnen nemen. Uiteraard heb ik ook geen kristallenbol. En als we die wel hadden, zouden we daar de toekomst niet in kunnen zien. Maar toch, als je in het heden kijkt, zie je soms al de toekomst aan de horizon. Dus ik wil u vragen om rustig te gaan zitten en een reis met mij door te maken in het heden, maar misschien ook een beetje naar de toekomst. De wereld is weer plat. Een van de eerste mensen die begon te vermoeden dat de aarde niet plat was, was Pythagoras. Inderdaad, die van die stelling. En zo rond 600 voor Christus begon hij dat door te krijgen, maar het duurde tot 300 voor Christus voordat Aristoteles op mathematische wijze kon bewijzen dat de aarde niet plat was. En dat is hij volgens mij nog steeds. Maar dat lijkt te veranderen. En dan bedoel ik natuurlijk niet dat je ervan af kunt vallen zoals men vroeger wel dacht. Maar wel dat de afstanden voor ons tegenwoordig veel kleiner worden. En ik verwijs dus ook naar het boek van Thomas Friedman, die in 2005 in zijn boek The World is Flat aangaf, zonder bangmakerij, dat wij een wereld krijgen die zich steeds sneller ontwikkelt dan velen kunnen bijhouden. Een wereld waarin ontwikkelingen zich snel opvolgen, informatie rond de wereld vliegt in luttele seconden en het werk plaatsvindt daar waar het gemakkelijkst, het best en het meest voordelig kan worden uitgevoerd. En door de sterke informatisering van onze maatschappij en het internet daarbij ontstaat een nieuwe wereld, een nieuwe economie, een nieuwe maatschappij. En ik ben ook trots dat ik daar een bijdrage kan geven in de rol van een hoogleraar op het onderwerp Global Software Engineering vanuit de wetenschap. Nou, in deze reden van vandaag wil ik een aantal zaken met u doornemen en ik ga het grofweg over 3 onderwerpen hebben. Ten eerste wil ik even doorpakken op de snelheid van verandering die wij zien in onze maatschappij en hoe dat nou komt en waarom dat nou van belang is voor Global Software Engineering. Ten tweede wil ik met u naar de onderzoeksagenda gaan kijken op het onderwerp Global Software Engineering om korte voorbeelden te laten zien van de vragen die we hebben en tegelijkertijd ook wat voorbeelden te geven van het onderzoek tot nu toe en de resultaten daarvan. Om af te ronden met een dankwoord, met aansluitend de receptie. Eerst even doorpakken op de veranderingen. Wij leven in een wereld waar heel veel verandert. We leven in een wereld waar social media een enorme invloed heeft. Nou, velen van u, hè, Facebookpagina, LinkedIn, Twitter. Maar voor je het weet, is er weer iets nieuws bij. En tegen de tijd dat je dat doorhebt, zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. De kans dat je het spoor bijster raakt wat er allemaal is, is groot. Maar dat heeft wel een impact op ons. Want dat betekent heel veel, die sterke informatisering. Want het zorgt er namelijk voor dat we op een hele andere manier zaken gaan doen. Onze relaties bij gaan houden. Vrienden maken, nieuws delen. Zelfs onze partners ontmoeten. Spullen kopen, boeken lezen, etc. En ik ben ervan overtuigd dat we op dit moment nog maar het tipje van de ijsberg zien. Wat we wel zien, is dat het individu daarin steeds meer centraal komt te staan. Het produceren voor de massa wordt vervangen door produceren voor het individu. En als we iets geleerd hebben vanuit de marketing, is dat mond-tot-mond reclame het meest effectief en het meest waardevolle is. Alleen het heeft één nadeel, het is ontzettend langzaam. Maar juist op dat vlak hebben de sociale media een enorme impact. We lezen het vaak in de krant, we zien het op de televisie. En die snelheid van verandering die wordt steeds groter. Een paar voorbeelden. Mijn oma vandaag in de zaal heeft de opkomst van de radio nog meegemaakt. Dat duurde ongeveer 40 jaar voordat hij bij 50 miljoen mensen in de huiskamer stond. En dat ging zich doorzetten tot de tv, internet en de iPod duurde 3 jaar. Ik ben op zoek gegaan naar de data voor de tablet-pc en het ziet er naar uit dat dat een periode van 2 jaar zal zijn, voordat hij bij 50 miljoen gebruikers aanwezig is. En het bijhouden van die snelheid van verandering is niet eenvoudig. Voor je het weet ben je uitgeput.
En dat is nu precies wat we zien bij vele grote bedrijven. En ik wil u daar een paar voorbeelden van geven. Als we kijken naar de gemiddelde leeftijd van bedrijven in de Fortune 500, de 500 grootste bedrijven in Amerika, zien we dat de gemiddelde leeftijd daarvan gedaald is van de 75 naar de 15 jaar. En de trend lijkt zich nu zelfs door te zetten naar een gemiddelde leeftijd van 5 jaar. Denk u eens in. Grote bedrijven met een gemiddelde leeftijd van 5 jaar. Een voorbeeld, kijk naar Apple, kijk naar Google, bedrijven die tot 10 jaar geleden, hetzij nog niet bestonden, hetzij heel klein waren. Kijken we naar andere data, dan zien we dat de snelheid waarmee grote bedrijven hun nummer 1 positie de laatste 40 jaar is verdubbeld. Ze zijn veel sneller hun nummer 1 positie kwijt. En nog veel ernstiger, als je kijkt naar de profitability, de rate of return, is in de laatste 40 jaar gedaald met 75%. De winstgevendheid van grote bedrijven is teruggebracht van tot 25% van wat het was. Soms lijkt het wel dat hoe harder we saneren, of hoe meer we werken, hoe moeilijker het wordt om alles bij te houden. We hebben ook vandaag op het symposium daar voorbeelden van gezien. En ik denk persoonlijk, als we kijken, en het waren goede voorbeelden van Michiel van Genuchten, dat kleinere bedrijven veel wendbaarder zijn. En zeker als het gaat over softwarebedrijven, daar het grote verschil in kunnen maken. Omdat die grote olietankers, die moeilijk te bestuurbaar zijn, die hebben het zwaar. Want voordat je het weet, is er wel wat veranderd. Of voor je het weet, is er weer een start-up in de vorm van een jetski die aan alle kanten rechts inhaalt en de markt voor je neus weggrijpt. Een van de goeroes op dat vakgebied is Stephen Denning. En met zijn boek Radical Management denk ik dat het een leidraad is voor de toekomst. Ik ben ook trots dat in de Engelse versie van ons managementboek De Kracht van Scrum, The Power of Scrum, hij het voorwoord heeft weten te schrijven. Maar als die wereld plat wordt, dan kan je er dus wel van afvallen. Zeker als je een grote boot hebt die moeilijk te besturen is. Dus dat is niet heel erg handig. U zult zich misschien afvragen, waarom heb ik het hierover? Het gaat over global software engineering en u heeft het alleen maar over bedrijven. Nou, wel nu. Als we gaan kijken wat de relatie is tussen global software engineering en deze verandering in de markt, zien we dat de factor IT bij al die bedrijven een enorme invloed heeft. Niet te vergeten natuurlijk de connectivity via het internet. We zijn gewend om op ieder moment, op iedere plaats, waar we ook zijn, op welk tijdstip ook, te kunnen beschikken over de informatie die we denken nodig te hebben om goede beslissingen te nemen, restaurants te kiezen, etc. En nu dragen we die nog bij ons, maar het is te verwachten dat net als het polshorloge, we dit soort hulpmiddelen gaan dragen en misschien nog wel in ons lichaam weten te krijgen. Er zijn onderzoeken naar contactlenzen met een display erop. En dat is allemaal door software. Software maakt in de combinatie met het internet heel veel dingen mogelijk. En dat heeft ermee te maken dat software heel flexibel is en heel snel tot werkende systemen en producten kan komen. En voor veel bedrijven is dat lastig. Want die zijn softwarebedrijven worden tegen wil of dank. Kijk naar een bank, kijk naar verzekeraars, kijk naar luchtvaartmaatschappijen, autofabrikanten, etc. Het zijn softwarebedrijven of het verschil tussen succes en falen wordt bepaald door de software die ze maken. Ik heb voor de grap eens een paar kantoren van grote bedrijven hier gezocht. Je ziet weinig verschil. Waar is de olie? Waar zijn de vliegtuigen? Waar zijn de auto's? Waar is het geld? Dat is bij banken tegenwoordig natuurlijk sowieso wel een bijzondere vraag. Maar waar zijn de patiënten? Je ziet dat dit soort bedrijven, die denken in auto's te doen, die denken vliegtuigen te besturen, maar het verschil zit hem tussen hun bestaansrecht in die software. Want zonder software staat alles stil. De software heeft de kracht dat het flexibel is, dat het snel aan te passen is, dat het snel naar de andere kant van de wereld te versturen is en dat het snel tot werkende producten kan komen. En daardoor is het ook niet raar dat door de verdergaande introductie van software in die producten het ook steeds sneller gaat. Wel nu, en dan komen we, die software die moet natuurlijk wel gemaakt worden. Die ontstaat niet uit zichzelf. En met het groeiende aantal systemen is er ook een grote behoefte aan professionals die dat kunnen. Maar als we gaan kijken naar het aantal afstudeerders, wat in Nederland gemiddeld met een goede informaticaopleiding van de universiteit en de hogescholen afkomen, het zijn er niet enkele, maar het zijn er niet heel veel. En dan is het ook heel logisch dat grote bedrijven verder om zich heen gaan kijken. Gaan zoeken in landen waar dat wel het geval is. India, China, maar ook in de buurt in Europa, Oekraïne, Roemenië en ook Ierland wordt steeds weer interessanter. En dat is heel logisch, want als je ze hier niet kan vinden, dan zoek je ze ergens anders. Want het verschil tussen het overleven van je bedrijf wordt bepaald door de software die je wel of niet kunt maken.
Je ziet dus ook dat veel organisaties nadenken over offshoring of er al mee bezig zijn. En het is daarom meer dan relevant om te onderzoeken hoe je dat nou doet, dat global software engineering. Want software ontwikkelen en onderhouden met grote afstanden daartussen is een stuk lastiger dan wanneer je bij elkaar in één ruimte zit. Nou, op dit vlak is al best het nodige onderzoek gedaan. Vooral Aaron Carmel, hier vandaag aanwezig, heeft een grote bijdrage geleverd aan de body of knowledge rondom global software engineering. Maar ook in ons eigen land is het proefschrift uit 2007 van Jacobs en van Mol een mooi fundament om op door te bouwen. Om even wat spraakverwarring weg te nemen, wat termen, mijn excuus hiervoor. Maar global software engineering gaat niet over outsourcing. Dat is een misvatting die we vaak zien. Outsourcing is waarbij de ene partij het werk laat uitvoeren door de andere. Maar dat kan dus ook op één locatie. En dan hebben we het niet over global software engineering. Global software engineering gaat altijd over meerdere locaties. Dat kan door het bedrijf zelf, dat kan met partners, maar het is altijd op meerdere plekken. Een wetenschappelijk verhaal hoort een definitie. Dus wat is global software engineering? Dat is het ontwerpen, implementeren en valideren, niet onbelangrijk, van softwareproducten en componenten, wat plaatsvindt op minimaal 2 gedistribueerde locaties. En voor het gemak, om het de term global recht aan te doen, zou je daarbij kunnen zeggen op tenminste 2 continenten. Maar de complexiteit in het vak zit er meer op de gedistribueerde locaties dan op de continenten. Het gaat over de samenwerking tussen technische software specialisten over locaties heen. En global software engineering gaat dus over afstand. Afstand heeft negatieve effecten op communicatie, coördinatie en controle. Het gaat over kenniswerkers die op zeer intensieve manier met elkaar samenwerken over grote afstanden heen om softwareproducten te maken. Maar software heeft iets bijzonders. Software is een iets ander soort materiaal dan andere materialen. Al onze zintuigen laten ons in de steek als we het over software hebben. Je kunt software niet wegen zoals je dat met andere materialen kan. Je kunt het niet ruiken, je kunt het niet vastpakken. Eigenlijk al onze zintuigen laten ons in de steek. We denken wel dat we naar software kijken als we met een computer bezig zijn. Maar we zitten naar de hardware, naar de machine te kijken. De software zelf, die zien we niet. En het is ook logisch dat als je dus met een materiaal werkt wat heel vluchtig is, slecht te beschouwen is, en je gaat daar afstanden aan toevoegen, dat het dan een stuk moeilijker wordt. Nou, over wat voor afstanden hebben we het nou? Al een hele tijd geleden heeft een bouwkundige, Thomas Allen, onderzocht wat het betekent als mensen uit elkaar zitten. En heeft aangetoond dat zodra mensen meer dan 30 meter uit elkaar zitten, dat de kans op ongeplande sociale interactie tot een minimum wordt gereduceerd. En zijn boek hier in beeld, dat is het hoofdkantoor of het R&D-kantoor van BMW, probeert hij dus gebouwen te ontwerpen waar de kans het grootst is dat mensen elkaar op ongeplande manieren tegenkomen. En dat is dan juist zo cruciaal bij softwareontwikkeling, omdat het een first of a kind is. We produceren software niet zoals we auto's produceren, want het produceren van software, dat is het kopiëren ervan. Het ontwerpen, het ontwikkelen, dat is hetgene wat we doen en dat doe je maar eenmalig. En om dat goed te doen, is communicatie belangrijk. En we hebben geleerd, er is data beschikbaar, dat het meest effectieve manier om kennis over te dragen face-to-face is. Samen, achter een whiteboard, nadenken, stellingen poneren, tekenen om te achterhalen of we elkaar begrijpen en of we de goede oplossing hebben gevonden. Het mogen duidelijk zijn dat als we daar 7.000, 8.000 kilometer tussen gaan stoppen, dat het allemaal een stuk moeilijker wordt. Want het overdragen van kennis is niet gemakkelijk. Mentale modellen overdragen, dat kunnen wij als mensen heel slecht. We denken soms dat als we het opschrijven en door een ander laten lezen, dat het dan gemakkelijk gaat. Maar de praktijk laat zien dat dat niet zo is. Zelfs in één ruimte is het vaak al lastig om elkaar te begrijpen. Daar hebben we denk ik allemaal wel onze voorbeelden van. Maar laten we het begrip afstand even iets nader bekijken. Er zijn 4 typen distance, 4 typen afstand. En er is vandaag op het symposium ook een paar keer over gegaan. De geografische afstand, dat is de afstand die we vaak zelf wel kennen. De kilometers, de mijlen, of nog beter, wat ik zelf handiger vind, is de tijd die het kost om van locatie A naar locatie B te komen. De tijdafstand, de temporele afstand, de tijdsverschillen. Nou, vanmorgen een prachtige keynote van Aaron gezien over timezones, timeswitching. Hoe gaan we nu met tijd om in ons vak? We hebben ook taalafstand en culturele afstand. Het vergroten van afstand tussen samenwerkende software engineers heeft een negatief gevoel voor communicatie, coördinatie en control. En dat maakt het lastig. Maar global software engineering is dus meer. Het is niet alleen communicatie. Het gaat over distributed software engineering, dus ontwikkelaars op meerdere locaties. Het gaat over technologie die dit ondersteunt. Het gaat over algemene effecten van globalisering, samenwerking tussen verschillende culturen, virtuele teams enzovoort. Dat is genoeg om je tanden op stuk te bijten, zo'n onderwerp global software engineering. Het gaat over afstand, het gaat over mensen, het gaat over engineering, het gaat over management. En een paar van die
paar van die uitdagingen. Hoe maak je bijvoorbeeld een goed geolied team over locaties heen? Vaak op één locatie is het al lastig. Zelfs bij een voetbalteam duurt het soms lang voordat je goed samenspeelt. Dus als je verder elkaar zit, is dat wel eens lastig. En hoe doe je dat nou? Hoe zorg je dat je elkaar begrijpt? Hoe zorg je dat je de misverstanden snel vindt? En als er al een misverstand is, dat het niet gezegd wordt, het ligt aan de ander, maar het ligt waarschijnlijk ook een stukje in jezelf. Of hoe zorg je ervoor dat iedereen hetzelfde beeld heeft? Dat je op de verschillende locaties hetzelfde idee hebt van wat je moet maken, wat de klant nodig heeft en wat we al gedaan hebben, hoe de software eruit ziet. En de beperking in de transparantie tussen die locaties is daar een groot probleem. Want op het moment dat je alles ziet, alles weet van elkaar, dan speelt afstand veel minder een rol. Maar als daar afstand tussen zit, dan is die transparantie nu juist een stuk lastiger. Er ontstaan misverstanden, spraakverwarring, we begrijpen elkaar een stuk minder, et cetera. Maar je zou je vragen, van waarom moet je die uitdaging nou eigenlijk dan aanpakken? Als het allemaal zo moeilijk is, als het zo ingewikkeld is om met al die softwareontwikkelaars over de hele wereld verspreid, stop ze in één ruimte en dan heb je probleem is opgelost. Waarom zou je er überhaupt aan beginnen? Nou, er zijn een paar hele goede redenen om wel je software verspreid te ontwikkelen. Nou, ten eerste, daar heb ik het net al even over gehad, een groot tekort aan geschoolde softwareontwikkelaars. Software bepaalt het verschil tussen succes en falen van ondernemingen. Dus kennis en menskracht heb je nodig. En als die niet bij jou in de buurt te krijgen is, dan ga je ergens anders heen. Ik sprak laatst een bedrijf uit in Nederland en die hebben ooit een keer van het Brabants Dagblad hadden die de prijs gekregen voor de beste personeelswervende advertentie van dat jaar. Een hele mooie plaquette en een bos bloemen. Alleen ze hadden geen enkele sollicitatiebrief gekregen. Ten tweede, tijdsverschillen. Ook een hele goede reden. Het is lastig tijdsverschil, maar het heeft ook voordelen. We kunnen timeshiften. We kunnen in de ene tijdzone werken terwijl de andere ligt te slapen. Met follow the sun als heilige graal van softwareontwikkeling. Nou, vandaag al gehoord hoe moeilijk dat is. Maar het idee van Follow the Sun is dat je de software doorgeeft aan mensen in de volgende tijdzone. Daar waar de zon schijnt en zo samenwerkt en veel sneller tot werkende producten komt. Aaron heeft vandaag aangegeven dat dat uitstekend past bij prototyping. En ik denk ook zelf dat dat met sprints en scrum fantastisch te combineren is. Nou, ten derde, je wilt dicht bij je klant zitten. De afstand tot de klant is belangrijk als je met een klant wil samenwerken. Dus ook daarvoor op dat vlak kan het zinvol zijn als je een globale speler wilt zijn, om op meerdere locaties te zitten, om dicht bij je klant te zitten, om die te bedienen. Een vierde reden die we ook vaak horen is kosten. Lagere loonkosten, lagere huisvestingskosten, interessantere belastingen en een goede reden om in andere landen ontwikkelcentra te openen. Dat is wel een groot valkuil zit daarbij in. Namelijk software gaat niet om kosten. Software ontwikkel je voor de benefits. Ontwikkel je voor het rendement, ontwikkel je voor nieuwe markten, nieuwe producten, nieuwe kansen. En een fout die ik bij veel bedrijven zie, is dat we alleen maar kijken naar de kosten. Nou, en geen personeel is natuurlijk nog het goedkoopste van allemaal. Dus je moet kijken naar het rendement. En je moet zeker die voordelen en die opbrengsten niet vergeten. Nou, een vijfde reden waarom je ook aan Global Software Engineering moet denken, is door fusies en overnames. Je kunt wel een bedrijf overnemen in een ander land en zeggen, we gaan deze activiteiten naar ons eigen land verhuizen. Het effect zal zijn dat iedereen een andere baan zoekt. Dus je nog steeds met lege handen staat. Er is simpelweg in veel gevallen geen weg terug. Op het moment dat je het hebt uitbesteed, je hebt het in een ander land neergelegd, er is de kennis is opgebouwd, dan is dat een gegeven. Je kunt niet met een druk op de knop expertise en ontwikkelingen van de ene locatie naar de andere verspreiden. Samenvat het, Global Software Engineering is een gegeven. Het is net als zwaartekracht. Soms handig, soms niet. Je kan erover zeuren als je met je fiets valt, maar het is er. Dus je kan er maar beter mee leren leven en uitzoeken hoe je dat nou goed doet. Dus vandaar een leerstoel rond Global Software Engineering. De ontwikkelingen zullen de komende jaren nog veel sneller gaan. En de rol van software daarin is steeds groter. Dus het is zinvol om daar onderzoek naar te doen. Dus laten we eens kort naar mijn researchagenda kijken op dit onderwerp. En ik wil met een vijftal onderdelen van de agenda even doornemen met wat voorbeelden. Wat is nou het eindresultaat? Wat is nou die stip op de horizon waar we naartoe werken? Ik noem dat vaak de virtuele 30 meter. Ik heb net uitgelegd dat het werk van Thomas Allen heeft laten zien dat zodra je meer dan 30 meter uit elkaar zit, dat de geplande, ongeplande interactie terugbrengt. Maar je kunt met technologie daar wel iets aan doen. Je kunt mensen het gevoel geven dat ze binnen die 30 meter zitten, terwijl dat niet het geval is. Dus hè, het streven, de stip op de horizon, is die virtuele 30 meter tot stand weten te brengen. Immers afstand kunnen we niet veranderen, maar perceptie wel. En alles is perceptie. En stel je nu eens voor dat je hetzelfde niveau van perceptie
kunt creëren wat we hier hebben, met z'n allen vandaag, terwijl er afstanden tussen zitten. Dan zouden we een groot onderdeel van het probleem van Global Software Engineering hebben opgelost. En dan zouden we dus een onderdeel van de puzzel hebben opgelost. Nou, voor algemene meetings is dat probleem al opgelost. Kijk hier, deze vergadertafel. Dit is de vergadertafel in gebruik. Ik noem dit telepresence. Maar dat zouden we ook voor softwareontwikkelaars moeten doen. Hetzelfde niveau, hetzelfde gevoel van awareness hebben, alsof je bij elkaar zit, terwijl dat niet het geval is. Nou, een van de projecten die we hier aan de TU Delft hebben gedaan, hebben we op een prototype gemaakt, waarbij we binnen de ontwikkelomgeving van de softwareontwikkelaars volledige transparantie tot stand wisten te brengen. Dus dat is voor iedereen constant duidelijk, met welke taken iedereen bezig is, aan welke features er gewerkt wordt, welke source code er gewerkt wordt. Dus door een volledig niveau van transparantie te creëren, breng je die afstand alweer een stukje dichterbij en maak je het gevoel en de awareness van die afstand een stuk kleiner. Een ander voorbeeld is een start-up uit Amerika, Sococo, die een virtuele kantooromgeving weten te creëren waarin je kunt samenwerken, bij elkaar kunt gaan zitten, schermen kunt delen en daardoor door een soort kantoor te hebben die dat zo representeert, toch het gevoel hebben dat je veel dichter bij elkaar zit dan dat in werkelijkheid is. Goed, de 5 punten op de onderzoeksagenda. Ten eerste, industriële ervaringen. Veel contact met de praktijk, zeker als deeltijdhoogleraar is dat heel handig. Je hebt een onafhankelijke positie. Het ene bedrijf heeft een oplossing voor een probleem, een ander heeft dat probleem en de oplossing nog niet gevonden. En als universiteit kan je perfect als een soort kennismakelaar daarin fungeren. Een werkgroep, en ik heb wat bedrijven die daaraan meegedaan hebben, rondom distributed scrum gehad, maar ook het uitnodigen van bedrijven in gastcolleges in het vak Global Software Engineering, wat ik jaarlijks geef, is een hele goede manier om de brug tussen praktijk en theorie, praktijk en wetenschap te slaan. Het tweede thema, awareness technologie. Ik heb er net wat over verteld. Ik mag me gelukkig spreken dat ik dit onderwerp twee promovendi heb. Ben van Gamer en Kevin Dullemond, die bezig zijn om hier oplossingen voor te ontwikkelen. We hebben op dat vlak al 6 wetenschappelijke publicaties afgerond. En de samenwerking rond het onderwerp met iHomer is daarin ook uniek te noemen. Welke start-up in Nederland begint vanaf dag 1 met twee promovendi te werken? En in het onderzoek van Ben en Kevin kijken we met name naar technologie die de awareness verhoogt. En we hebben het afgelopen jaar gekeken naar het kunnen afluisteren van chatgesprekken tussen ontwikkelaars. Zodat ze het gevoel hebben en dat ze weten van elkaar waarover gesproken wordt. En ze vaak oplossingen kunnen aanreiken als er een gesprek is over iets waar ze verstand van hebben. En hiermee hebben we ook een mooie case kunnen doen bij Exact hier in Delft. Het derde thema is distributed agile. Agile is hot, iedereen heeft het erover. Maar wat je ziet is dat bij Agile heel veel op de communicatie wordt gehamerd. Door korte iteraties te hebben, snel tot een werkend product te komen. En je zou dus ook kunnen zeggen, dan is Agile eigenlijk helemaal niet geschikt voor Global Software Engineering. Want hè, als je ver uit elkaar zit, dan heb je weinig communicatie. En dat Agile, dat leunt nou juist zo heel erg op communicatie. Maar ik leg dat meestal zo uit, wat doe je als een kind een lui oog heeft? Dan plak je het gezonde oog af. Zodat je het kind dwingt met het luie oog te kijken. En dat is eigenlijk wat je doet zodra je met Scrum of met Agile in een distributed omgeving gaat werken. Je gaat werken op een manier die absoluut faalt als je niet met elkaar frequent communiceert, bij elkaar gaat zitten, veel contact hebt. En een goede oplossing voor een aantal van de inherente problemen aan Global Software Engineering. Nou, op dat vlak is zojuist een afstudeerder bijvoorbeeld gestart bij Actuera, die een werkwijze gaat ontwikkelen waarmee Actuera haar Europese toeleverancier via Distributed Scrum gaat begeleiden. En de rol van Xander in deze samenwerking is het definiëren, maar zeker ook het valideren van de werkwijze. En dat valideren kom ik zo nog even op terug. Het vierde onderwerp, Follow the Sun. De holy grail van Global Software Engineering. Het is heel moeilijk. En ik vraag mij af of het ook echt daadwerkelijk in de praktijk zo goed te realiseren is zoals de theorie het wel belooft. Tegelijkertijd is het wel een hele mooie testomgeving. Het is de Champions League, of de Major League van Global Software Engineering. Dus oplossingen die werken binnen Follow the Sun zijn in een andere omgeving zeker ook toepasbaar. Een paar voorbeelden noemen. Met twee afstudeerders, Menno Valkema en Christian Visser, hebben we een stuk onderzoek gedaan naar Follow the Sun, waarbij we gekeken hebben van wat is nou het effect van meerdere locaties in zo'n sequentie. En als je nou meerdere locaties toevoegt, wat voor impact heeft dat nou op kwaliteit en doorlooptijd? En het andere is, we hebben gekeken naar welke landen zijn nou geschikt. Gewoon kijken naar hoe zit het nou met tijdzones, hoe zit dat nou met een aantal ontwikkelaars in die locatie. En de vijfde, een van mijn zorgenkindjes, maar tegelijkertijd ook iets waar ik graag een toevoeging aan zou willen doen. En dat is het opleiden van onze softwareontwikkelaars. Nou, in het symposium vandaag heeft
Egon mij al een mooie taak gegeven op dat vlak. Ik denk dat hier de uitdaging ligt. Hoe bereiden wij nou onze softwareontwikkelaars voor op een global career? Hoe zorgen we nou dat ze los van de kwaliteiten als ontwikkelaar ook kunnen opereren in een hele dynamische omgeving die wereldwijd verspreid is? Waar de klant niet altijd beschikbaar is, waar de technologie niet altijd is die je kunt kiezen, waar ontwikkelaars aan de andere kant van de wereld zitten, aan het slapen zijn op het moment dat je een vraag hebt. En hoe doe je dat nou? Want je kunt wel studenten al in een project zetten waarbij ze over de hele wereld met elkaar moeten gaan samenwerken. Maar je kunt er ook zeker van zijn dat dat snel fout gaat. En de vraag is, wat leren we ze dan? Hoe het moet of dat ze het nooit meer willen? Een voorbeeld van een oplossing die we daarvoor gemaakt hebben is een bordspel. Net als Risk, Monopoly. Laten we studenten een spel spelen waarbij ze hun eigen Global Software Engineering Company moeten leiden. En beslissingen moeten nemen op het vlak van waar ga ik zitten, dicht bij mijn klant, ergens waar het goedkoper is. Ga ik tijdzones combineren, ga ik hoog risicowerk doen, laag risicowerk, ga ik productontwikkeling doen, ga ik diensten doen, etc. We hebben een experiment gedaan met studenten om te kijken in hoeverre dat spelen van dat spel nou ook effect heeft op hun leerervaringen. En die resultaten van dat experiment hebben we mogen presenteren afgelopen zomer op de internationale conferentie over Global Software Engineering in Helsinki. Dat is ook erg leuk. Er is op dit vlak een IEEE-conferentie. En vanaf het begin zijn we daar al aanwezig met publicaties. Zit in de programmacommissie. Dit jaar samen met Mark een tutorial mogen geven. Volgend jaar samen met Aaron, program chair. En ik denk dat het wel eens aardig zou kunnen zijn als we dan toch kijken naar de toekomst. Of we kunnen zeggen van nou, misschien is het wel een leuk idee om die conferentie in 2015 in Delft plaats te laten vinden. Maar het gaat niet alleen om de wetenschap, het gaat ook om de industrie. Want om wetenschappelijk onderzoek, zeker op het vlak van software engineering, goed te doen, dan heb je een relatie nodig met de praktijk. En een deeltijdhoogleraar die voor een groot gedeelte ook in die praktijk zit, kan daar veel toegevoegde waarde leveren. Want ik denk dat op het onderzoek wat ik heb laten zien, de grote gemene deler is het slaan van bruggen. Het slaan van bruggen tussen de theorie, de wetenschap en de praktijk. En dat leggen van die connectie, dat is nou net iets wat mij past als een maatpak. En empirische data die helpt daarbij heel goed. Ik ben een fervent aanhanger van Tom Gilb's meetbaarheidsprincipe. Dat zegt alles wat je wilt kwantificeren kan gemeten worden op een zodanige wijze die sterker is dan het niet te meten. En empirische data uit de praktijk is er niet veel. Dus daar kun je zeker in dit onderzoek heel veel toegevoegde waarde hebben. En het publiceert ook lekker. Want als je kijkt naar de publicaties die we op dit onderwerp en op andere onderwerpen hebben gehad, steeds op het moment dat er data is, dan wordt dat goed gepubliceerd. Daar ben ik wel bijzonder trots op. Het artikel Measuring the Return on Investment van softwareprocesverbetering in IEEE Software, wat verkozen is tot een van de 30 meest toonaangevende publicaties van de afgelopen 25 jaar. En aan 10 van de auteurs is gevraagd om een follow-up te schrijven. En dat heb ik met veel plezier gedaan. Dus geen wetenschappelijk onderzoek vanuit de Ivoren Toren. Zelfs geen helikopterview. Wetenschappelijk onderzoek, zoals ik zeg, laten we zeggen, de giraffenview. Met je hoofd in de wolken, maar met je voeten op de grond. Soms wel in de modder. En nu ook weer, 1 dag in de week als deeltijdhoogleraar aan de TU Delft. En de rest van de week bezig met global software engineering, scrum en offshoring gecombineerd. Wat mij betreft een prima mix. Nou, en het slaan van deze brug tussen theorie en praktijk is niet iets wat je alleen kunt doen. Het gaat daarin vooral om samenwerking. En ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om een aantal personen op dit vlak te bedanken. En ik realiseer me dat ik niet iedereen kan bedanken, dus ik wil vooraf mijn excuses maken als ik iemand vergeet. Maar ten eerste wil ik op dit vlak toch mijn dank uitspreken aan mijn echtgenote, Patricia. Die altijd voor mij en ons gezin klaarstaat. Vooral de lasten draagt op de momenten dat ik weer schitter door afwezigheid. En die ook in het verlengde van onze gehandicapte zoon het zwaarste werk doet in de stichting die we samen hebben opgericht. Logeerplezier. Waar het eventueel overblijvende geld, en het ziet eruit dat het ongeveer €1500 is, van het symposium van vandaag naartoe gaat. Mijn dochter Bo. Waar zit je, Bo? Ik moet zeggen dat het valt niet mee voor een bijna 10-jarige om zo lang stil te zitten, maar je doet het uitstekend. Bo wist mij overigens bij mijn benoeming te melden dat er vanaf nu 2 professoren bij ons in huis wonen. Professor Slimbo en professor Dombo. Ik laat hier maar even in het midden welke van de 2 titels aan mij was toebedeeld.
Ik wil ook alle vrienden en familie bedanken die altijd klaarstaan om ons te helpen. Snel. Bijzonder ook mijn oma vandaag aanwezig. 88 lentes jong. Leuk dat u er bent. En mijn ouders. Leuk dat jullie er zijn. Mijn moeder wilde altijd dat ik dominee zou worden. Nou, maar het is een toga. Maar dit blijft erbij. Hier blijft erbij. Ik begeleid 3 promovendi. Ben, Kevin en de jongste promovendus Werner. En ik vind het heel fijn dat ik jullie mag begeleiden. En dat jullie in de positie van AIO, assistent in opleiding, nu geconfronteerd worden met een PO, een promotor in opleiding. En daarnaast wil ik alle afgestudeerde studenten bedanken die al hun energie en inzet in lijn willen brengen met ons onderzoek. Daarnaast wil ik ook een dankwoord uitspreken aan alle co-auteurs waar ik de afgelopen jaren mee heb samengeschreven. Het zijn er veel, ik kan ze niet allemaal met namen noemen. Maar ik wil toch even bijzonder Egon Berghout, Elke Rustenburg en Jan-Jaap Kannegieter in dat kader noemen. Ik heb veel geleerd tijdens onze samenwerkingen en ik hoop dat we dat nog heel lang mogen voortzetten. Nou, 3 personen, en het is vandaag al vaker gezegd, die zijn eigenlijk verantwoordelijk dat ik hier sta. Want zonder hen was ik namelijk niet gaan promoveren. Egon, Michiel en Frank van Laten. Wie is Franker? Hij had gezegd dat hij zou komen, maar misschien komt dat later nog. En ook in het verlengde van mijn promotie, dank aan Erik Ronenbach, Jos Trienkens, Rob Kusters voor de begeleiding. En ook in dat kader Theo Bemelmans, die helaas vandaag niet aanwezig kon zijn, hoewel hij dat wel heel graag wilde. Aan de TU Delft wil ik mijn dank uitspreken aan alle collega's op de faculteit en alle leden van de vakgroep Software Technologie, in bijzonder Henk Sips en Arie van Deursen. En uiteraard ook bijzonder dank aan Esther van Seters voor haar hulp tijdens het symposium van vandaag. A special thanks to Professor Aaron Carmel and Professor Pekka Abrahamson, who especially came here today for this inaugural talk and for the inaugural symposium. And Pekka might have discovered already that he's quite famous in this country because as being the main character in The Power of Scrum. Nou, dank ook aan de andere sprekers op het symposium, Michiel, Dick, Egon Berghout en in het bijzonder dagvoorzitter Mark Giljaert. En uiteraard wil ik mijn dank uitspreken aan de leden van de benoemingsadviescommissie, het college van hoogleraren en het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft voor het in mij gestelde vertrouwen voor het mogen bekleden van deze leerstoel. Nou, tot slot wil ik de academische collega en het college bedanken en u allen hier aanwezig voor uw aandacht. Want of u nu werkzaam bent in de praktijk of in de wetenschappelijke wereld, of wellicht in beide, op het snijvlak van deze twee werelden ligt nog veel puzzelstukjes voor de toekomst. Ik kijk er naar uit om deze samen met u te ontdekken en verder te ontplooien, nu en in de toekomst. Ik heb gezegd.